We hebben een hedendaagse vrijwilliger en die komt graag terecht in een hedendaagse structuur. Dat is een structuur waarvan dat wij geloven dat hij werkt en waarvan dat we zien dat hij werkt. Wij komen in heel veel sportclubs, ik heb dat al gezegd, 60% van de opdrachten die wij doen zijn binnen de sport. En dan is dit de structuur binnen sportclubs die wij installeren, helpen te installeren. Om ervoor te zorgen dat zij makkelijker vrijwilligers vinden of dat vrijwilligers het makkelijker vinden om te blijven. En die ziet er als volgt uit. Ja, een vast bestuur blijft nodig hebben, hè. Jullie denken na op lange termijn. 5 jaar, misschien zelfs langer. Zonder dat bestuur, ja, geen sportclub, denk ik, hè. Dus die mensen zijn zeker blijven nodig. Alleen is het takenpakket van die bestuurders vaak zodanig groot dat je een beetje het atlasgevoel hebt. Hè? Het gevoel dat je de wereld op je schouders draagt. Hè? Of toch in elk geval je club. Hè? Dat is gewoon niet meer te doen. Dus we moeten taken naar anderen kunnen doorgeven binnen bepaalde expertises. Allez, enfin, we gaan werken met clusters. Dat kan zijn een cluster rond het sportieve, een cluster rond het financiële, een cluster rond fondsenwerving, een cluster rond communicatie. Laat ons communicatie nemen, dat is voor mij het gemakkelijkste, want dat is voor elke club hetzelfde. Je hebt daar een tracker, iemand die zorgt dat dat allemaal in goede banen geleid wordt en die omringt zich met mensen die dingen kunnen. Want niet iedereen die goed foto's kan trekken, kan ook een website onderhouden of bouwen. Hè? En niet iedereen dat goed foto's kan trekken, kan ook nog eens goed teksten schrijven voor, in een nieuwsbrief of op sociale media. Mensen hebben vaak een bepaald talent, maar niet alle talenten tegelijkertijd. Hè? Dus we hebben daar een trekker die alles in goede banen leidt en mensen die ergens in gespecialiseerd zijn of iets heel graag doen. Hè? Als er ergens bij de beloften of bij de jeugd, hè, en dan papa had maar met zo'n professionele camera foto's staat te trekken, misschien moeten die mensen eens vragen wat hij geen foto's wil trekken voor op hun website te zetten. Hè. Enfin, dus trekkers. En daar kunnen ook subcellen onder zitten. Bijvoorbeeld, binnen communicatie zou dat de subcel website kunnen zijn, zou dat de subcel sociale media kunnen zijn en de subcel nieuwsbrief. Ik zeg maar iets, hè. Die telkens ook iemand hebben dat dat coördineert en mensen die daar specifieke taakjes opnemen. De kans bestaat dat je daar in het begin als bestuurder nog wel wat gaat tussen zitten. Hè? Dat je zelf nog wat trekker gaat zijn en mensen gaat kunnen laten doorgroeien in engagement. Heel belangrijk is dat als je als bestuurder in een van die clusters een rol opneemt, dat dat niet is met de bestuurspet, maar dat dat is met de taakvrijwilligerpet, de trekkerspet, hè, de andere pet. Het is niet altijd een gemakkelijk evenwicht. Hè. Er kunnen ook cellen zijn die daarbij komen. Hè. Bijvoorbeeld, één keer in het jaar hebben wij een groot evenement. En dat is dan die een extra cel. Maar heel het jaar door zijn wij bezig met het financiële en het sportieve en al de rest. Hè. Maar die cellen die kunnen erbij komen en terug weggaan. Hè, voor de rest van het jaar. Wij krijgen ook vaak de vraag, ja, maar zijn dat dan niet gewoon werkgroepen? Ja. Alleen een werkgroep. Die is er vaak om na te denken en uitvoerders voor ideeën te zoeken. Dit is voor ons meer community. Een groep mensen die samen aan iets werken om dat tot een goed eind te brengen. En Linda die zegt, ik ga dat fondsen werven, ik ga dat doen. Ik ga die een Halloweentocht organiseren. Maar ik kan niet en kostuums maken en de route uitstippelen. En op de avond zelf alle rolletjes gaan spelen langs de weg. Dat kan ik niet alleen. Ik zoek mensen die mij daar willen bij ondersteunen in kleine taakjes. Die één specifiek iets willen doen. Die gewoon de avond zelf een paar uur aan een stuk mensen willen doen verschieten. Zo iemand zoek ik. En ik zoek ook iemand die kan helpen met de kostuums. Ja. Dat is de hedendaagse structuur. Dat is een structuur. Ah, nog een belangrijk. Ik ging nog iets vergeten. Superbelangrijk. Je ziet dat dat bestuur verbonden is met al die clusters. Een bestuur moet in alle tijden op de hoogte zijn van wat er gebeurt. Moeten zij operationeel daarin zitten? Nee. Maar zij moeten wel weten wat gebeurt er allemaal. Hè? Dus er gaan die trekkers die gaan wel informatie moeten doorgeven aan dat bestuur. Zij staan ook in verbinding met elkaar, die clusters. Want als je bezig bent met het sportieve, ja, dan heb je de financiële cel misschien ook wel eens nodig als je iets wilt organiseren. Hè. Dus er moet wel communicatie, dat zijn communicatielijnen, er moet wel communicatie zijn onderling. Het is niet dat zo'n cluster dan gewoon vierkant zijn goesting kan doen. Zo werkt het natuurlijk niet. Dat bestuur heeft nog altijd een overview. Die denken na op lange termijn, die trekkers die denken na op jaarbasis. 1 jaar ga ik mij niet ontfermen daarover. Doe ik dat volgend jaar terug, dat kan. Stel dat ik wegval als trekker en ik heb zo'n cluster, op zich niet erg, want er zijn mensen die weten wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal moet gebeuren.
die hebben zich omringd met mensen die ook kunnen doorgroeien in engagement binnen hun cluster. Ze zijn eigenlijk een community aan mensen die dat samen doen. En dat is zo sterk, want als er dan een keer iemand wegvalt, is het eigenlijk geen groot drama. Als Linda morgen ziek valt, hè, een van haar vriendinnen gaat dat wel overnemen. Dat is oké. Dat is het voordeel van werken met communities. Mensen die vanuit verschillende maten van betrokkenheid, vanuit verschillende niveaus van engagement, samen aan een groter iets werken.